voor mij, ik heb de eerste aflevering gehoord. Ik hoorde heel veel de mens Willem-Alexander en minder het instituut De Koning. Door de ogen van de koning. Dat is de naam van de podcast die sinds vanochtend vroeg te horen is. In het kader van een 10-jarig jubileum blikt de koning in elke aflevering terug op 1 jaar. Samen met presentator Edwin Evers. Ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience. Als ik boven mezelf wat zweven was. Oh. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Ja? Wat me daar opviel, zei iedereen. Jij weet tenminste wat het betekent, want jij bent de boer verloren. Jouw gevoel accepteren was echt, dat vond ik wel heel bijzonder. Dus het had niks te maken met het feit of ik in Griekenland was of niet. Het was dat andere mensen in Nederland niks meer konden doen. En ik ging vrolijk naar het buitenland. En dat was fout voor mij. Ja. Ja? Maar we beginnen weer even met een prietpraatje. Prietpraatje. Dat is toch geen prietpraatje? Nee, we beginnen. Een bloedserieuze interviewer. Ja, nee. Tja, de eerste 3 afleveringen zijn vanochtend online gekomen. Het is duidelijk dat de media zitten luisteren. Het ene na het andere artikel verschijnt. Iedereen pikt er iets anders uit. Dit was mijn moeilijkste moment als koning. Bij de inhuldiging zweefde ik boven mezelf. En hoe de koning terugblikt op het biertje met Poetin. We wisten niet dat hij een maand later de Krim zou binnenvallen. Allemaal quotes die we al zien. Paul, jij was volgens mij wel aangenaam verrast door de toonzettingen. Ja, van tevoren had ik gedacht, dit wordt een puur PR-praatje geregisseerd door de RVD. Waarschijnlijk is dat ook wel. Maar we hebben echt voor mij, ik heb de eerste aflevering gehoord, ik hoorde heel veel de mens Willem-Alexander en minder het instituut De Koning. En ik had eigenlijk gedacht dat het meer het instituut De Koning zou zijn. Maar zijn stem is anders, zijn accent is anders. Ik vond hem ontspannen. Ik heb eigenlijk met heel veel plezier naar het eerste half uur geluisterd. Ja. Moeten we misschien ook concluderen, Wouter de Winter, want jij vocht het Koningshuis al jaren, dat je een verschil hebt tussen ervaringen van 10 jaar koningschap of verantwoording afleggen voor 10 jaar koningschap. En de podcast is nadrukkelijk het eerste. Ja. Nou ja, het is inderdaad een RVD-productie. Dus we weten niet wat er eventueel is uitgehaald. Ik heb de 3e aflevering geluisterd toen ik heel zijn reed vanochtend. Ik dacht, iedereen doet de eerste. Iedereen doet iets. Ja. En dan hoor ik, ik ben fan van Edwin Evers. Het is een van de vind ik leukste mensen die ik hier in de media ontmoet. Maar je ziet wel dat het af en toe blijft aan de oppervlakte. Hè? Er worden vragen gesteld over oké, wat kijk je dan op YouTube? Nou, zegt hij, ja, ik doe instructies over hoe dingen in elkaar zitten. En dan wil Evers weten van, nou ja, wat heb je dan in elkaar gezet? Ja, dat wil je dan weer niet zeggen. Dus elke keer als je denkt, oké, nu nog even dan. En met zijn dochters, waar kijken je dochters dan naar? Ja, daar hebben we het over. En het blijft dus wel veilig. En niet omdat Evers de vragen niet stelt, maar omdat hij gewoon ook wel voor zichzelf heeft afgemeten waar hij wel en niet iets over wil zeggen. Die disclaimer geef je trouwens aan het begin van aflevering 1. Hè? Kijk, dat is dus, dan weer goed. Want Evers zegt, hè, we hebben instructies gehad en ik mag niet te veel over privé praten. Ah, en de koning van, nou, dat klopt, want dit gaat niet over mijn privé. Dat heb ik vorige keer op tv gedaan. Dit gaat over mijn 10 jaar koningschap. Ja. Maar je mag best vragen en ik geef je ook wel antwoord. Maar het gaat over het koningschap. Dus die disclaimer is wel goed gegeven. Zeker. Maar je moet daar ook mee akkoord gaan. Zou je ermee akkoord gaan als de RVD jou zou benaderen van, Wouter, wil je het op die manier doen? Want je weet dat je natuurlijk aan de ene kant goud in handen hebt. Ik zou me niet vragen laten dicteren. Er zit bijvoorbeeld in aflevering 3, vertel nog eens over het belangrijke werk van het Oranjefonds. Nee. Denk ik, ja, dat is niet iets wat ik zou hebben gevraagd. Maar daar is dan kennelijk iets over afgesproken. Omdat men het, zeker in het Hof, maar ook bij de RVD, het heel graag over de inhoud wil hebben. En dat snap je ook wel. Het gaat ook over koningschap. Maar dan hoor je dat het een ingehuurde productie is, hè, waarin dus heel duidelijk ook wel een bepaalde richting wordt meegegeven waar iemand zich dan kennelijk aan committeert. Maar het is ook het doel natuurlijk wat die podcast heeft. Dus eigenlijk zou je er parallel nog meer die soort verantwoordingsachtige... Ik vind dus nog steeds een journalistiek kritisch interview erbij. Nou ja, we moeten altijd als journalistiek ook blijven hameren op het feit dat de koning ook gewoon interviews geeft aan journalisten. En niet alleen maar aan en die familie, aan Claudia de Breij en allerlei mensen die hartstikke leuke mensen zijn, ook wel interessante luistervoer of leesvoer opleveren. Maar waardoor we het een beetje normaal zijn gaan vinden dat we steeds de andere mensen laten praten. Maar staat dat op de helling voor jouw gevoel? Of staat het naast elkaar? Of gaat dat op de helling? Nou, het mag voor mij wel wat. Ook, dat zeg ik ook. Elk half jaar zeg ik dat wel tegen de RVD. Ik vind dat het ook wel wat journalistieker mag. Evalueren jullie dat met de RVD? Kun je dan nog wat oprekken? Nou, evalueren. Ik zeg gewoon wat ik vind. Ja. En ja. En het is niet mijn taak om zo van, zo, dit hebben jullie zo aangepakt. Nee, als ik vind dat dingen niet goed gaan, dan kaart ik dat aan. En dan zeggen ze, we nemen het mee of zo. En soms zie je wel iets van een benadering. Hè, van nu, we moeten bijvoorbeeld met die persgesprekken met de koning en de koningin naar zo'n staatsbezoek. Dat mocht vroeger nooit op camera. Tegenwoordig, sinds Willem-Alexander doet, gebeurt dat wel. Dus je ziet af en toe wel bewegingen. Dankjewel.
Wouter de Winter, Paul Reumer. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.